zak citroenen voor een euro. Gewonnen of verloren? Welke wedstrijd speelde we? Nou, er waren verkiezingen gisteren. Oh ja, die. Verloren. Uh-oh. Ja, nou ja, verloren. 50 plus. Ik heb niet gestemd. Ik heb het weggegooid, lag bij de folders. Wat moet een nieuw kabinet in elk geval doen als het aan u ligt, mevrouw? Nou, wat voor Zeeland doen? Want Zeeland is altijd een ondergeschoven kindje. Elstrappelen, euro, zak, doos kiwis voor een euro. En wat heeft Zeeland dan het hardste nodig? Nou, financiële steun, ook voor de werkgelegenheid en al. Nou, ik denk dat milieu wel erg belangrijk is. Ja, onze kleinkinderen. Ik denk dat het vooral belangrijk is op dit punt dat we zowel als regering en als kabinet gaan kijken om iets tegen polarisatie te doen. Want ik denk dat zowel rechts als links in deze verkiezing zich daarvan schuldig aan hebben gemaakt. En ik vind dat eigenlijk een hele kwalijke invloed. Zorgen dat het leefbaar blijft voor onze Nederlanders. Het klimaat, ik vind voor de toekomst, de jeugd, vind ik wel een hele grote. Ja, absoluut. Als dit de uitslag is, dan vind ik wel dat ze gelijk hebben. Want de kiezer is altijd gelijk, hè? Hey, zak elf strappelen, een euro! Moet je